Hey, leuk dat je weer kijkt. Nou, het is natuurlijk een hele tijd totaal stil geweest op mijn kanaal. En ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik gewoon een hele lange tijd... Ja, ik heb gewoon een ontzettende bouwdip gehad. Ik heb het een hele tijd steeds geprobeerd, maar het gaf me om de een of andere reden steeds maar niet het plezier wat ik er altijd aan beleefde. En ik heb zelfs bijna op het punt gestaan om de hobby helemaal op te geven. Maar het is nu zomer en dat betekent dat het voor mij vakantietijd is en ik ben weer lekker aan de slag. En gelukkig merk ik dat ik nu om de een of andere reden het plezier weer helemaal terug heb. En dat is natuurlijk zowel fijn als een opluchting, want ik was echt bang dat ik gewoon, ja, gewoon een hobby die ik, even denken, nou vanaf mijn 11e al, dus dat is al 32 jaar, heb gehad dat het over was tussen mij en de modelbouw. Maar dat is dus gelukkig niet het geval. Nou, en dan zou ik zeggen, laten we maar meteen gaan kijken naar wat er op de bank ligt. Nou, het belangrijkste project waarmee ik nu op dit moment bezig is, dat is dit. Het is de 1 op 144 F-104G Starfighter van een merk dat Mark 1 Models heet. Maar het is gewoon de Revell doos, maar dan gewoon, ja, het is gewoon Revell plastic in een andere doos. Sterker nog, de mallen, daar staat zo letterlijk, weet je wel, in het kaartje staat daar gewoon Revell in gegoten. Ik ben bekend met deze kit. Dit is een speciaal project voor mij om te maken, omdat het is een cadeautje voor een vriend van me. Die ooit, toen hij nou ongeveer zo oud was als ik, toen ik begon met de hobby, één keer de F-104 in 1 op 32 had gebouwd. Een speciale doos van Revell was dat. En dat was in deze uitvoering die je hier nu ziet. En die ervaring was nogal traumatisch voor hem, want hij had hem afgemaakt. Maar toen in de vakantietijd had de kat hem van de plank afgegooid en was hij gewoon helemaal kapot. En de decals voor deze versie zijn niet zomaar verkrijgbaar in deze schaal. Maar ik heb ze apart laten bijschalen door iemand en laten printen, zodat ik ze keurig in 1 op 144 heb. Nou, het is een doosje wat verder gewoon echt ontzettend makkelijk wegbouwt. Je moet af en toe een beetje plamuren hier en daar. Maar ja, weet je, ik bedoel, dat is niets wat ik niet aan kan, om het zomaar te zeggen. Nou, ja, en daar hebben we hem dan. Ja, het doosje is mooi gedetailleerd. Ik heb hem nu nog in de witte primer, zoals je kunt zien. Want ja, één kant van deze uitvoering is natuurlijk wit. En de beetje witte primer maakt voor andere uitvoeringen, weet je, wat donkerder tinten verder niet zo heel erg voor uit. Nou, ik ben heel tevreden met hoe het detail, zoals je kan zien, in het plastic is gebleven. Is natuurlijk maar de vraag hoe dat, wat daarvan overblijft als er een paar verflagen overheen zitten. Maar tot nu toe gaat hij gewoon echt heel erg vlot in elkaar. Hij bouwt echt heel lekker weg en het is gewoon heel fijn om zo'n projectje, zeg maar, snel, ja, om dat gewoon snel vorm te zien krijgen. Nou, en het andere project, dat zie je daar op een whiteboard. Het is de Tamiya 1 op 48 F-16C. Ik heb er speciale decals voor gekocht, zoals je kan zien. Dit is een speciale uitvoering voor volgens mij de 90ste verjaardag van de Texas Air National Guard. Ik vind deze uitvoering heel leuk omdat het in het kleurenschema is van de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van de jaren 20, jaar 30, toen het allemaal nog lekker heel veel kleur had, zeg maar. Ik noem dit ook wel de Play-Doh F-16 vanwege de felle kleuren. Nou ja, ik heb nu de cockpit, die zit in elkaar, maar ik heb een beetje pech gehad met de staart. Ik heb te veel geëxperimenteerd met tinten van de gele kleur, waardoor ik op een gegeven moment, ik had geëxperimenteerd dus op de staart. En eindelijk had ik de kleur te pakken, maar toen zaten er al een paar lagen bovenop. En de stabilisatorvlakken en de vleugels, die had ik nog niet gedaan. En toen kwam ik erachter dat het me eigenlijk niet meer ging lukken om de tinten precies gelijk te krijgen. En toen voelde ik me dus behoorlijk stom. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij na een hele tijd weer gaan bouwen. Weet je, het duurde gewoon bij mij even voordat ik het allemaal weer had, om het zo maar te zeggen. Weet je, het ging, ik was er gewoon heel erg lang uit geweest en dan maak je gewoon soms stomme fouten en dingen die je normaal gesproken meteen van tevoren bedenkt of die je kan zien aankomen. Dat
daar loop je dan tegenaan. Maar ja, weet je, ik heb gewoon die hele F-16 lekker opnieuw gekocht. Ja, het is geen goedkope kit, dat weet ik ook wel. Maar ik vind dit project te mooi eigenlijk om eigenlijk in de prullenbak te flikken. Dus ja, dat is wat er nog meer aan zit te komen. Ik verwacht de F-16, die verwacht ik ja maandag of zo, zeg maar. En in de tussentijd ben ik eigenlijk gewoon lekker bezig met mijn Starfightertje. Nou, weet je, dat was het eigenlijk voor nu. Leuk dat je weer hebt gekeken en tot de volgende video.